Dan speelt Utrecht vanaf volgend seizoen in het oranje. Vind je het een mooi shirt? Ja, ik vind het een heel mooi shirt. Ik vind echt, het ziet er goed uit. En, ja, we willen omhoog en het shirt gaat ook omhoog. Oranje boven bedoel je? Ja. Het oranje van AS Roma. En van dat shirt ben ik zelf liefhebber. Dus ja, ik vind het mooi als dat bij uitwedstrijden van ons te zien is. Dat vind ik wel mooi. Is het nou nog speciaal dat je dan toch in het oranje gaat spelen? Ja, natuurlijk. Oranje is de kleur van het Nederlands elftal. En ja, bij deze ook van Utrecht. Dus dat maakt toch wel iets speciaals als een normaal shirtje. Die dom op het shirt, hoe vind je dat? Ja, leuk. Dat was er vorig jaar natuurlijk al op. En ja, hoort bij de stad Utrecht. Dus zeker goed dat het op het shirt staat. Een nieuw seizoen, dus ook een nieuw shirt. Wat vind je van het nieuwe FC Utrecht thuisshirt? Ja, de details zijn natuurlijk veranderd. En het blijft natuurlijk een eer voor iedere welk shirt je ook speelt van FC Utrecht. Maakt niet uit, maar dit is wel mooi. Wat zijn de veranderingen ten opzichte van vorig jaar? De veranderingen zijn, de kraag is anders, het is een V-hals geworden. Het kappa-teken staat schuin en de dom is verplaatst naar de zijkant. En ja, het is met een mooie eindresultaat is het geworden. Dus ja, mooi shirt. Wat is er belangrijk aan trainingskleding? Ja, wat is er belangrijk aan? Dat het goed absorbeert, omdat je veel zweet tijdens een training en dan moet het niet nat worden, nee. Dit is het nieuwe trainingsshirt van FC Utrecht. Hoe zit het? Ja, het zit wel lekker. Het zit lekker strak en ik denk dat het wel goed is voor volgend jaar. Maakt het jou veel uit wat je aan hebt qua kleur? Nee, als er maar Utrecht op staat, denk ik. Dat is het belangrijkste.